Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Wim van den Heuvel en Zonen, Willem Koter BV, Schadenet Zoetermeer, schilder- en onderhoudsbedrijf Walison, slager-traiteur Dennis Kuiler, Davo Peugeot Zoetermeer, containerverhuur Haaglanden, Best to Buy Solution en Asta Casino. Hartelijk welkom vanuit de Sir Winston Entertainment Club. Vandaag als gasten Kenneth Soeschit, Ronald Hess, Ruud van Zuilen en Chris Treling. Dit is Haaglanden Voetbal aan tafel. Hartelijk welkom. Dat geldt natuurlijk ook voor alle mensen aanwezig hier in de Sir Winston Entertainment Club. En uiteraard voor speciale gasten. Vanavond het team van de week. Het eerste team van KSD Marine. Natuurlijk ook hartelijk welkom aan onze gasten hier aan tafel. Maar die komen dadelijk volop aan het woord. In deze aflevering hebben we natuurlijk ook vaste rubrieken. De fluwelen trap. Twee teams helaas hebben het nog niet erg goed gedaan. 0 punten tot nu toe. Dat waren FC Zoetermeer. En dat was Graaf Willem II vak. Vanavond een nieuw team dat het gaat proberen. En verder natuurlijk de bijdrage weer van Jan Linkerhof. Maar we gaan eerst praten met onze gasten aan tafel. En u weet het, Haaglanden Voetbal besteedt altijd aandacht aan het amateurvoetbal van hoog tot laag. En dat wordt vandaag wel weer eens bewezen. Niet clubs uit de topklasse, maar één club zelfs uit de vierde klas en een drietal uit de derde klas. Heren, welkom. We gaan eerst eens praten in het begin over de competitie van het afgelopen weekend. Chris Treling, trainer Zoetermeer, met jou is te beginnen. Jullie hebben dure punten verspeeld tegen Ommoord. Hele dure punten. We hebben natuurlijk een aardige injectie gehad aan het begin van het seizoen met een hoop nieuwe spelers, ook van een hoger niveau. Dus de insteek is promotie naar de tweede klas. Nou, we hebben een aardige start. 4 gespeeld, 13 punten. Nou, dan hebben we de afgelopen wedstrijd, daarin hebben we onszelf heel erg tekort gedaan. 1-1 bij rust, waar we eigenlijk gewoon met 2-3, misschien wel 4 goals voor moeten staan. Eerste 35 minuten geweldig gespeeld. En dan kom je heel kort verrust, kom je met een standaard situatie op 1-1. Ons ongelooflijk, want ik heb 4-5 verdedigers die een kop groter zijn als mijn persoontje. En dan laten we ons aftroeven. Nou, direct naar rust exact hetzelfde. Ja, dan hebben we eigenlijk weer 40 minuten alleen maar op de call van Ommoord gespeeld. Dan moet je nog blij zijn dat je eerst dat 2-8, dat je in ieder geval nog die punt pakt, denk ik. Ja, maar we hebben wel zo heel ervaring en routine dat we ook met een tegenslag om kunnen gaan. En dat hebben we ook nu weer bewezen. Alleen, we belonen onszelf niet. Nee. Door gewoon te veel kansen onbenut te laten. En dan zijn dit hele dure punten die niet nodig waren. Nee, zeker niet. Tegen een Ommoord. Kenneth Soeschit, trainer van de BSC 68. Ploeg doet het uitstekend. Afgelopen zaterdag. Ja, op papier een simpele winst bij WDS in het altijd lieflijke Driebruggen. Ja, als je het daar achteraf bekijkt, dan lijkt het ook inderdaad heel makkelijk gegaan te zijn met 3-0. We waren van tevoren wel gewaarschuwd, ze hadden daarvoor tegen Lugdunum 2-2 gespeeld. Nou goed, dan weet je tot je toch een behoorlijke kluif voor je kiezen krijgt. Nou goed, als je ziet wat we in de eerste helft hebben gedaan, op zich vrij solide gevoetbald, weinig weggegeven, kom je op een 1-0 voorsprong. Nou ja, goed, dan maak je het in een bepaalde fase in de eerste helft. Maak je het zelf moeilijk door niet veel balbezit te blijven voetballen. En daardoor krijgt WDS wat meer kansen. In de tweede helft begin je wat minder. Komt in de periode dat je zwakker bent, kom je op 2-0. Want ze kregen 2 kansen. Een redding van de keeper, van Erik Meijer. En 1 bal op de paal die ze schoten. Dan kom je goed weg en je scoort daarna die 2-0. Ja, dan is het een kwestie van uitspelen van de wedstrijd. En zij nemen risico, spelen 8-1 op 1. Ja, en in de 80ste minuut scoor je de 3-0. Je speelt liever uit, geloof ik, hè? Want uit zijn jullie gewoon geslagen. Ja, dat lijkt er wel op zo, inderdaad. Maar goed, ook thuis hebben we geen verliespartijen. Nee, dat is ook wel. Competitie nog maar heel kort natuurlijk. Hè? Ronald Hess, gaan we bij jou kijken. Je speelde met
Den Hoorn in het Zuiderpark. Ja, daar wordt volop gebouwd. Lijkt me nou niet een geweldige entourage om daar een vlammende pot neer te leggen. Nee, dat was het zeker niet. Nee, dat was echt een bouwval. Ze hadden wel een schitterend kunstgrasveld, dus dat was ook prettig om te voetballen. Ja, nou, je hebt zelf natuurlijk in het verleden ook bij clubs gespeeld, op een hoger niveau gespeeld. Dan kom je als trainer daar, dan denk je van, nou jongens, hoe krijg ik die club gemotiveerd? Ja, eigenlijk wel. Ja. In de bespreking hadden we het over. Het is niet prettig om, en niks ten nadele van HDV, maar om weer daar te spelen. En dat heb ik ze ook voorgelegd. Het is prettig als we hier winnen, dan is het gelijk ook de laatste keer geweest. Ja. Ja, je hebt inderdaad gewonnen, hè? 0-2. Was dat de juiste afspiegeling? Ja, ik denk het wel. Ze scoorden na 20 minuten 1-0 en een minuut voor de rust 2-0. Ja, dan weet je wel dat het een beetje gespeeld is tegen HDV. Ja. Wat wel beschikt over een goede ploeg trouwens. Ja, dat is opvallend dat ze toch wel aardig goed meedrijven. Ze zitten ook in die subtop. Gaan we kijken weer in het zaterdagvoetbal, Ruud van Zuilen, Haagse Hout. Je hebt collega Herman Kooijga pijn gedaan zaterdag. Ja. Ja, pijn gedaan. Ik bedoel, het is niet zomaar een overwinning. Het was gewoon een duidelijke overwinning. Terwijl Wassenaar leek ook een beetje mee te gaan doen. Nou, ja, voor mij persoonlijk was Wassenaar ook een van de eerste echt serieuze tegenstanders. Waar wij we daar inderdaad op hadden geanticipeerd qua spel. En dat we het gewoon eerst op zouden houden. Ja, niets bleek minder. Maar wij komen uiteindelijk in de eerste helft komen op 1-0. Dan kun je makkelijker voetballen. Ze hebben één goede voetballer, daar ben ik door de tegenpartij over geïnformeerd. Dus ik wist wat die jongen kon. Daar hebben we extra wat op gelet. De eerste helft 1-0 en de tweede helft bouw je het uit naar 5-0 uiteindelijk. Ja. Chris, heb jij nog steeds zin in als trainer? Ja? Ik vind het heel erg leuk. Ik hoor van heel veel oud-collega's dat ze problemen hebben met de mentaliteit, maar ik heb een mooie vereniging, ik heb een goede groep. Trainingsomgeving is geweldig, dus... Maar ik zeg het ook met name, want als ik kijk naar de tegenpartij afgelopen week bij Omboord, ze hadden nog een man van 91 in de dugout, dus daar kan je nog wel een tijdje mee, hè? Ja, die viel ook, die viel ook 10 minuten de tijd in. Dat was gewoon de begeleider. Hij let op het geld, heb ik begrepen. Ja, dat weet ik niet, joh. Ik kijk alleen hoe de structuur bij Zoetermeer is. En dat is op dit moment geweldig. De lange termijn wordt goed bewaard. En het is prima werk gedaan. Oké, we gaan dadelijk volop praten nog over jullie en over de club. Want we gaan allereerst naar ons item, het team van de week. En ja, het team van de week, dit keer een eerste elftal, een eerste selectie. En wel van de fusieclub KSD Marine. En we gaan allereerst eventjes kijken, want afgelopen zaterdag speelden ze uit bij BMT. Nou, daar hebben we wat opnames van gemaakt en daar gaan we eerst eventjes naar kijken. De warming-up van de fusieclub KSD Marine voor het duel uit in 4B tegen BMT. Hoeveel punten heeft BMT eigenlijk? BMT heeft 1 punt, mannen. BMT gaat dit maand hebben, die gaat er alles aan doen vandaag om 4 punten te pakken. Maar wij hebben er zelf ook maar 4. De kaartcontrole vooraf en dan de wedstrijd. KSD Marine komt al snel op een 0-1 voorsprong. Kopbal van Jeffrey Vink na een vrije trap van Wesley Kila. Lachende gezichten op de bank, logisch. En ja, een overtreding in de 16, dat betekent natuurlijk een strafschop. Keeper Kevin Rombouts kijkt de bal naast. KSD Marine wint het belangrijke duel uiteindelijk met 1-4 en komt daardoor op een totaal van 7 punten. Maar het blijft vooralsnog in het rechter rijtje staan. KSD Marine inderdaad afgelopen zaterdag ruim gewonnen van BMT. We gaan eens even praten met een aantal van de spelers hier aanwezig. Ik begin met de Nestor van het team, Jeroen Breekveld. Waar zit Jeroen? Kijk eens aan. 39 inmiddels, maar nog steeds de ziekte erin als je ernaast staat, heb ik begrepen. Ja, nog steeds. Ja, afschuwelijk. Ja, ja. Daar train ik heel hard voor om dat vooral te voorkomen, maar helaas gebeurt het. Ja. Ja. Nou zeggen ze wel eens, verstand komt met de jaren, maar ik hoor dan zeggen van het is niet altijd een van de verstandigste in het elftal. In het veld. Het veld. Ja, nou, dat is voor mij nieuw. Dus ik ga straks uitzoeken wie dat gezegd heeft. Dan moet ik daar ook wel mee praten. Ik weet het. Hij is nog aanwezig ook vanavond. Ah, oké. Nou, die namen hoor ik graag straks van je. Ja. Maar je hebt nog steeds volop zin in. Dat blijkt. Ja, ik vind het fantastisch. Het is een mooie jonge groep ook. En het is mooi om aan te haken. We hebben een hele fanatieke trainer ervoor staan met mooie begeleiding.
Dus ja, het is geweldig om op mijn leeftijd nog aan te mogen raken. Dus als het nog gaat, dan ga ik volgend jaar nog een jaartje mee. Ja goed, 40 halen zeker. Jeffrey Fink. Die, ze zeggen, ja, dat is een speler die houdt van het leven. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, alles. Alles wat bij het leven hoort. Ja, noem eens wat op. Gezelligheid, drankie, lekker eten. Ja. Je bent wel een speler met een sterk linkerbeen, heb ik begrepen. Ik heb een aardig linkerbeen, ja. Ja. En jij scoorde ook de eerste goal, geloof ik. Ja, zat er goed in, zag ik. Dus kreeg je hem verkeerd op je hoofd? Of, Nee. Ja. Het was dus wel een duidelijke goal. Ja. De keeper, Kevin Rombouts. Jij hebt nog altijd de bijnaam van, wat ze dan noemen, een superkeepertje. Dat kan ik me nog herinneren uit de bekerfinale die jullie speelden inmiddels, alweer 2 jaar geleden. Ja, 3 jaar denk ik. 3 jaar alweer geleden. Ja. Heb je die naam nog steeds of niet? Ja, tuurlijk. Ja? Altijd. Wat herinner je nog van die geweldige bekerfinale? Ja, van alles. Elke week als ik weer op de club kom en ik zie die foto weer. Ja, het is gewoon schitterend dat je dat met dat team hebt bereikt. Ja. Ik heb van jou begrepen dat bij jou gaat elke wedstrijd wel 1 keer de knop moet om. Nou, valt de laatste tijd mee. Ronald Koenen. Hij zit ervoor. Prachtig. Een speler met een grote mond, maar een klein hartje. Je begint te lachen, dus het is wel waar, hè? Ja, dat is sowieso. Ja. Je komt van Marine, daar heb je eerst gespeeld, hè? Ja. En je wilde heel graag natuurlijk in het eerste. Aanvankelijk lukte dat niet zo, hè? Nee, ik was ook een beetje te zwaar ervoor. Klein beetje te zwaar. Ja, maar nu gaat het beter. Wat heb je eraan gedaan? Af te vallen. Ja? Ik ben nog 10 kilo kwijt. 10 kilo kwijt geraakt? Yes. Dat is geweldig. Ja, dat sowieso. Dus en nu vaste plaats in de eerste? Yes. Nou, fantastisch inderdaad. Joshua Smart. Zit erachter. Je bent een afkomstig uit een vriendenteam. Klopt inderdaad, ja. Dus niet gelijk in de eerste? Nee, ik heb eerst 2 jaar bij een vriendenteam gezeten en nu derde jaar alweer in het eerste. Ja, er gebeurt meer bij spelers, geloof ik, hè? Van KSD Marine. Als ik het zo hoorde, de jongens die speelden in het 5e. Een vriendenteam, vorig jaar... En aan het eind van het seizoen de spelers in nood en dan worden de jongens teruggehaald en die blijven vervolgens bij het eerste zitten. Bij mij is het gebeurd inderdaad. Ik ben in mijn tweede jaar, de laatste aantal wedstrijden heb ik meegespeeld en uiteindelijk gekozen om toch bij 1 te blijven. Ja. En er zijn inderdaad een aantal jongens die dat ook gedaan hebben. Waarom ben je gebleven bij het eerste? Ja, het is toch wat meer presteren, weet je. Harder werken. Iedereen komt en iedereen wil gewoon punten binnenhalen. Dus, Heb jij je broer niet kunnen overhalen om te blijven? Want die speelt nu bij Wilhelmus. Ja, hij speelt nu bij Wilhelmus en hij heeft een goede start gehad. Alleen een paar wedstrijden terug heb hij rood gepakt. Dus een aantal weken langs de bank op de bank gezeten. Kevin Zwartepoort, dat is de aanvoerder, hè? Je bent de aanvoerder, maar ik heb begrepen, je bent niet een echte grote babbelaar. Ja, buiten het veld ben ik lekker babbelen, maar in het veld valt het wel mee eigenlijk. Ja, maar ja, goed, als aanvoerder doe je het verder wel goed, hè? Jawel. Gaat eigenlijk al jaar zo'n loop ik eigenlijk wel mee zo. Dus gaat op. Ik ben de zoon van de leider. Praten jullie veel over voetballen of is die wel streng naar je of valt wel mee? Nee joh, gaat de hele dag over voetbal eigenlijk. Ja? Al jaren zo. Dus Dus is een goede leider voor jou? Ja, ik kan lekker drinken halen. Dus, je zit hem aan te kijken, je durft bijna niks te zeggen geloof ik. Remy Kant. Zit er helemaal achter. Een stille, jij zit ook helemaal achterin. Hè? Een stille, verlegen jongen. Alleen de laatste tijd kom je een beetje los. Maar dat mag ook wel, want je hebt ook vorige week 3 keer gescoord. 4 keer? Ja. Kun je nagaan hoe slecht die begeleiding kijkt. Hè? Die hadden mij doorgegeven dat je 3 keer had gescoord. Ja. Maar het was ook wel een wedstrijd waarin aardig wat doelpunten vielen, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. 11. 11 doelpunten, ja. Dat zet het dan wel weer in perspectief, in die 3 treffers. Naar je zin bij KSD? Ja. Ja? Wat speel je? Wat zeg je? Welke plaats speel je? Spits. In de spits? Ja. Dat is altijd lekker om doelpunten te maken. Hoeveel keer heb je gescoord afgelopen zaterdag? Maar 1. 1. Ja, dat valt er weer tegen dan. Valt er weer tegen. Goed, de trainer Fred van der Luitgaarde. Ja, Fred, normaal blijf je 3 jaar bij een club. Je bent nu in je 4e seizoen begonnen. En weliswaar, dat is inmiddels al bekend je laatste seizoen. Maar wel een geweldige groep, hè? Ja, een fantastische groep. En vandaag heb ik een 4e jaar bijgetekend. Dus ik ben er super blij mee. En we gaan hem hopelijk redelijk goed afsluiten. We zijn een slechte start gemaakt. In ieder geval. Maar we hebben 2 wedstrijden gewonnen. Dus we zijn langzaam op de weg terug. Helemaal goed, ik zie daarnaast je ook nog. Ben je de leider, Mansveld? Ook trainer geweest bij een club. Eventjes dan, was gewoon bij Delft heb je nog gezeten. Toen ging het niet zo goed bij de club. Maar inmiddels weer terug, hè? Ja, het klopt allemaal wat je zegt. Ik heb bij Delft gezeten, maar daarvoor heb ik natuurlijk gewoon bij KSD gezeten. Ja, klopt. Maar daar goed bij KSD, dat is je clubje? Dat is mijn 2e clubje. Ja. We hebben daar. Wilhelmus is natuurlijk ook een club van mij.
Maar mijn hart ligt nu op dit ogenblik gewoon volledig bij KSD Mariene. Ja, ik zag net op de video ook, als je scoorde, nou dan heb jij het wel naar je zin in de dugout. Ik heb het altijd naar mijn zin in de dugout. Ja? Ook als ze verliezen of is het altijd gezellig? Nou, als we wat lekkers op de bank hebben van Fred, dan komt het altijd goed. Oké, nou jongens, heel veel succes in ieder geval. Wie weet van het seizoen dat het eigenlijk weer wat beter gaat. Probeer een periodetitel te pakken en dan op naar de derde klas. Het zou een heel mooi afscheid trouwens zijn voor Fred van der Luitgaarde. Bedankt. Wij praten aan tafel verder hier met onze gasten. We gaan het uiteraard nog even hebben over hun eigen loopbaan, maar ook over de clubs. Chris, als we kijken naar Zoetermeer, er zijn wel wat oude spelers of oud-spelers van Zoetermeer teruggekomen. De selectie is daar niet slechter op geworden. Nee, absoluut niet. Kijk, ik ben daar 4 jaar geleden ben ik daar begonnen. Toen dacht ik wel eens dat ik op Nova Zembla speelde, dus dat er nog geen hond kwam er kijken. En Piet van der Valk is nu een jaar bezig en ik moet ook zeggen, het is de verdienste van Piet, het is niet mijn verdienste. Ik vind wel, ik heb de kwaliteit als er echt een goede groep staat om dat eruit te halen. En we hebben gekozen, we betalen niet, we hebben gewoon gekozen en gekeken naar oud-Zoetermeerders die hun jeugdopleiding bij Zoetermeer hebben genoten. Nou, daar hadden wij, toen ik met Piet samen bij Wilhelmers werkte, hebben we daar al een aantal weggehaald. Want hadden wij, bij Wilhelmers hadden we geloof ik 13 of 14 spelers uit Zoetermeer in onze selectie. Dus de contacten, die hadden we al. En daar hebben we op gegokt en dat werd op een gegeven moment een sneeuwbaleffect. En daar zijn heel veel spelers voor teruggekomen. En nogmaals, complimenten voor Van der Valk. Het is wel belangrijk als je zo'n man ook naast je of achter je hebt die met name dat soort werkzaamheden verricht. Is heel belangrijk. Ik kan me volledig met het voetballende gebeuren bezighouden en randgebeuren, dat gaat allemaal aan me voorbij. Dat wordt door andere mensen opgepakt. Ja. Ken het, BSC 68, staat bovenaan. Ja, dat is toch even wennen voor die vereniging. Wat is jouw geheim? Geheim, ik denk dat het niet zozeer mijn geheim is, maar meer de groep, het collectieve gedrag wat we hebben binnen de selectie. Ik denk dat dat de kracht is waar je nu gebruik van maakt en dat de plaats op de ranglijst aangeeft. Voel je nou binnen de vereniging zoiets? Want ik kan me voorstellen, de club heeft natuurlijk altijd het al niet meegedaan in de bovenste plaatsen. Mm. Is dat een kwestie van dat we nu zeggen van wat overkomt ons, of was het toch wel iets wat misschien vooraf was ingeschat? Nou, ik denk dat het tweeledig is. In dit geval, je hebt te maken met spelers die van de club zelf uit zijn, vanuit je eigen jeugd. Dat heeft gewoon tijd nodig tot ze zich gaan ontwikkelen. Nou, en de balans wat je nu hebt, is je hebt jongens die dicht tegen de 30 aan zitten, een aantal ervan. En jongens die in de 23, 24 jaar zijn, die hebben zich al die tijd gewoon ontwikkeld. En ik denk dat het nu echt het moment is dat die jongens nou kunnen doorzetten. Ja, en die kwaliteit is ook voldoende om dadelijk inderdaad, want stel je voor dat je gaat promoveren, hè, dan is je tweede klas nog een stapje hoger. Ja, maar ik denk dat we nu op dit moment niet op dat punt zijn om daar zo ver over na te denken. We kijken het van wedstrijd voor wedstrijd, kijken we het aan. En elke wedstrijd die je pakt en die je wint, is er één. Ja, inderdaad, als je naar de ranglijst kijkt, het verschil bij sommige clubs 3 punten. Volgende wedstrijd sta je misschien even 4 of zo. Ja, je geeft het goed aan als je er nu eentje verliest. En dan kan je zo weer 2-3 plekken naar beneden zakken. Ik bedoel, zo dicht staat het allemaal bij elkaar. Ja, Ronald, naar jou toe. Jij bent bijna altijd trainer in de Delftse regio. Wat trekt jou in die Delftse regio? Vlak bij huis. Je gaat op de fiets naar het veld toe, dan kun je de afloop nog wel gaan drinken. Zou kunnen. Nee. Kilometervergoeding is niet zo hoog. Ja, wat trekt me? Het zijn mooie verenigingen waar ik trainer ben geweest. Ja. Ik zou niet overal trainer willen zijn. Dat kan ik me voorstellen, want dat geluid hoor je vaker. Dus die vraag zou ik daar ook willen stellen aan de andere de mensen. Den Horen, een club die al jarenlang er tegenaan hikt bovenin. En elke keer lukt het net niet. Waarom gaat het dit jaar wel lukken? Ja, vorig jaar hadden ze een hele goede start in de tweede klasse. Want het jaar daarvoor zijn ze wel gepromoveerd. Dus net niet is niet het goede woord, denk ik. Het is vorig jaar een beetje pech gehad. En toevallig zaten we met Delft in dezelfde pool. Maar waarom gaat het nu wel lukken? Stabiele ploeg, een brede selectie. En alles is goed geregeld bij de Noorn. Ja. Heel goed geregeld trouwens. Ja. Nou goed, daar gaan we nog wel even over praten. Ruud, jij bent als trainer weer gewerkt bij volgens mij Ariston 80. Je hebt bij Wilhelmers zaterdag gezeten. Nu dan bij Haagse Hout. Voorwerk voor Chris gedaan. Bij Zoetermeer gezeten. Ja goed, maar nu kom je dan toch wat meer, denk ik, in de picture bij zo'n club. Kijk, Wilhelmers, met alle respect,
Maar ja, dat is toch een club die wat minder aan de weg timmert. Ariston deed dan verder wel goed. Maar goed, ja, het blijft ook een team wat jaarlijks nog wat wisselt. En Haagse Hout is het een vereniging waar je zegt van, nou, die willen misschien wel verder. Hebben ook wel eens in de derde klas gespeeld trouwens. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Het zijn, voor zover mij bekend, allemaal echte Haagse Houtjongens. Die elkaar, het gros ervan, die elkaar al lang kennen. De afgelopen 2-3 seizoenen steeds net naast de prijs hebben gegrepen. Vorig seizoen zelfs wel de nacompetitie gehaald. Maar in de beslissende wedstrijd met penalties weer net niet gered. Ja, daar ben je ziek van als je met vanwege penalties uiteindelijk je promotie mist voor de zoveelste keer. Hoe ben je terechtgekomen bij Haagse Hout? Ik heb gereageerd op de oproep. En toen kreeg ik een mailtje dat ik in eerste instantie niet zou worden geselecteerd. Ze hadden 6 mensen uitgenodigd en ik zat daar niet bij. En na verloop van een week of 2-3, ik stond toen net op het punt om op vakantie te gaan. Toen werd ik gebeld van, joh, Ruud, heb je nog steeds interesse? Ja, natuurlijk heb ik interesse. Ik heb geïnteresseerd. Ik heb gereageerd. Voel je dan niet een beetje van, goed, hebben er 6 voor me gezeten die, of niet? Nee, waarom? Nee. Ik vind dat het een reden moet hebben. Nee, absoluut. Kijk, jij had er zin in dus, anders had je niet gesolliciteerd bij die club. Nou ja, goed, of het een stukje waardering is van tevoren of niet, maar zij belde toen op een vrijdagavond en ik zou de volgende dag zou ik op vakantie gaan, 2,5 week naar Jordanië. Dus dat gaf ik aan. Ik zei, nou, ik wil graag, absoluut, alleen nu lukt het me niet. Nou, toen heeft men gewacht tot ik terug was. Toen is er een gesprek geweest met een tweetal kandidaten, het andere kanella, ik weet niet wie die was. Is niet zo relevant ook, maar het gesprek liep prima en... Ik kreeg te horen van, nou, joh, uiterlijk, morgen krijg je het horen of wat. En ik zat in de auto en toen werd al gebeld. Dus, Nou, goed, in ieder geval tot nu toe helemaal geen spijt van? Nee, absoluut niet. Nee. Zeker niet als je kijkt naar de resultaten. Nou, helemaal belangrijk. Chris, volgende tegenstander van jullie, wat was dat niet? Die hebben een fantastische naam waar jullie tegen spelen. HOVDJSCR. Kun je het al uitspreken of niet? Ja, maar wel een club met een heel groot verleden. HOV is natuurlijk een topamateur geweest. Ja. Hoe verzin je het zo'n naam? HOVDJSCR? Ja. Het is het hele alfabet. Ik weet het niet. Maar wel een van onze concurrenten die kort bij ons staan. Ja. En het is voor de periode is het voor ons heel belangrijk om toch weer daar de volle winst te pakken. Ja, dat zal niet meevallen, want ja goed, zij doen ook mee. Dus, nee, ze hebben zich ook aardig versterkt. Ja, zeker. Kenneth, jullie hier krijgen op bezoek de hekkensluiter. Daar zit altijd een gevaar in, is wat maar dan. Ja, je kan met dat soort wedstrijden kan je tegen jezelf gaan voetballen. En denken, nou, dat doen we wel even. Nou, ik denk dat de groep wel zo volwassen is tot ze naar de ranglijst hebben gekeken. En ook naar de uitslagen van de andere wedstrijden. Want Zwammerdam is wel degene die Reewijk op een gelijkspel heeft gehouden. Dus dat is jullie grote concurrent. En dat is onze grote concurrent op dit moment. Ja. Nou ja, goed, dan hoef je dat niet allemaal nog eens een keertje door te gaan vertellen van waar ze op moeten letten. Nee, dus dan ben je gewaarschuwd, Ronald, bij jullie, Wipolder, ploeg die op de loer ligt. Hè? Ook een Delftse club, ook DHL trouwens, want die hebben nog een wedstrijd te gaan, extra. Ja, DHL denk ik niet, maar Wipolder wel. Ik denk dat Wipolder een heel goed team heeft. Er staan 2 punten achter ons en daar spelen we zondag tegen, dus dat is leuk. Dus vandaar kun je nu bij winst hebben we de periode, volgens mij. Dus, nou, kijk eens aan. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Ruud, bij Haagse Hout, als je nu even kijkt, je zit er nog maar kort als trainer. Die club wil vooruit. Wat zou er nog te verbeteren zijn bij zo'n vereniging? Als je het reëel bekijkt, dan zou het verschil tussen 1 en 2 wat kleiner moeten zijn. Ik heb een groep van een man of 16, 17 die eerste elftal waardig zijn. Een paar jongens die zitten er een beetje tussenin. Het vervelende is dat het tweede elftal reserve vierde klasse speelt. En dat is ten opzichte van de standaard vierde klasse toch net even iets te laag. Het zijn jongens die vrij recent bij de club zijn gekomen. Dus het is niet echt een eenheid. Gelukkig kan ik het op dit moment nog behappen. Want 3 jongens die al behoorlijk tijd niet inzetbaar zijn. Mijn aanvoerder Freddy Bouwman bij FUK zijn schouder uit de kom. Martijn Voets, maar Van Vollering die al een tijdje niet kunnen voetballen. Dan mis je dat. En dan ben je wel kwetsbaar met 12 van je eigen spelers. En dan jongens die je wekelijks gewoon erbij haalt. Nou goed, de uitbreiden van de selectie moet je afgelopen maar eens gaan praten met Piet van der Valk. Die weet er alles van. Ja. Goed, wij komen dadelijk terug hier aan tafel. Maar eerst de aandacht voor de fluwelen trap. Ik zei het al in de inleiding. 2 clubs hebben het al geprobeerd. Bleven steken op 0 punten.
Dit keer kwamen we terecht op Sportpark Eskamp 1. En dat betekent bij VCS een derde klasse. Laten we eens kijken wat VCS ervan terecht bracht. Ik ben Mike Verkwien, 19 jaar en ik speel bij VCS 1. En ik ga proberen 3 te raken. Ik ben Juno Agiman, 23 jaar oud. Speler van de VCS eerste elftal. En ik denk dat ik er 3 ga raken. Allebei 3 keer op de lat. Nou, laten we het hopen voor de spanning in het klassement en voor VCS natuurlijk. De eerste bal van Uno die gaat iets te laag in het doel. De aanvoerder van VCS die moet het bij zijn tweede bal toch beter gaan doen. Even inkomen, laten we het daarop houden. De tweede bal gaat inderdaad beter, maar net een half metertje onder de lat. Nou, dan moet de derde bal van Uno het maar gaan doen. Maar ook dat lukt niet. Die bal gaat eigenlijk best wel ver naast. Dan moet Mike Perquin, de middenvelder van VCS, maar gaan opknappen met zijn eerste bal. Die gaat aardig richting doel, moet ik zeggen. Maar ja, dat leek toch meer dan het was. Hij ging over. De tweede bal van Mike. Die gaat richting kruising, maar die vliegt daar net overheen. Dan zijn derde bal. Kijken of dat meer gevaar kan gaan opleveren. En die bal gaat op de lat. Ja hoor, het is een 3-punter voor de middenvelder van VCS. En dus heel goed, Mike Perquin, 3 punten. Dan gaan we naar de 16-meterlijn. Uno met zijn eerste bal. Net iets te laag. Kijken of zijn tweede bal iets meer in de richting van de lat gaat. Dat gaat hij en hij gaat erop. Dat is weer een punt voor VCS. Een unicum, 4 punten al. De derde bal, die gaat dan weer even te laag. Helaas, maar wel een punt gepakt, Unal dus. Dan gaat Mike verder. Kijken of hij verder gaat zoals hij begonnen is. De eerste bal nog niet. De tweede bal gaat richting lat en hij gaat ook op de lat. Wat een fantastische bal. Nu zit hij lekker in die flow. Die derde bal ook op de lat. Het is fantastisch. Mike Perquin, 5 punten voor VCS. En dan nog dat ene puntje van Uno. Maakt samen 6 punten. Ja, ze zijn er blij mee. Ze staan gelijk bovenaan in het klassement. En ja, vorig seizoen won KMD met 7 punten het algehele klassement. Kijken of 6 punten dit seizoen genoeg is voor VCS. Knappe prestatie van VCS, de zondag derde klasse, 6 punten. Nou, het zal wel even duren voordat ze wellicht van de eerste plaats worden afgestoten. Mike Perquin in de studio hier aanwezig. Mike, fantastisch gedaan. 5 punten in totaal gescoord voor jouw ploeg. En samen dat met Agiman komen jullie op 6. We gaan praten aan tafel verder en ja, een onderwerp wat best wel weer ging spelen. Onlangs werd bekend dat de KNVB gaat een 5e klasse weer invoeren in het zondagvoetbal. Zit iedereen erop te wachten, Chris? Ja, ik denk het niet. Maar ik geloof dat in het oosten van het land dat je er zelfs nog een 6e klasse hebt. Ik geloof dat ze dat een klein beetje gelijk willen trekken. Maar ik denk dat het voor in deze regio alleen maar stimulans is om over te stappen naar het zaterdagvoetbal. Ik denk dat niemand zin heeft om op zondagmiddag naar Breda of weet ik dat, naar de andere kant van Nederland te reizen. Want ze gaan natuurlijk wel de regio's bij elkaar gooien. Want anders krijg je dat niet voor elkaar. Nee, want we hebben het over het zondagvoetbal, maar daar kan natuurlijk het zaterdagvoetbal bij komen. Nou ja, jullie staan dan nu bovenaan, dus dat is helemaal niet zo lastig. Maar stel eens voor dat je in die 4e klas zit en je wordt samengevoegd met een Zuid 1, West 1. Dan kun je op zaterdagmiddag een voetbal in Breda of in Zaandam. Nou. Dat is leuk voor de derde helft. Ja, kost je de hele dag. Ik ben volledig met Chris eens. Ik vind het niet logisch. Bij de zondag zeker niet logisch, want ze hebben volgens mij kort geleden die 5e klasse juist afgeschaft. Ja. Dus als je dan binnen 2 of 3 seizoenen zegt van ja, misschien toch maar weer. Dat zou ik heel vreemd vinden. Ja, maar het argument wordt gezegd dan van ja, het is landelijk. Daar zijn ook allemaal 5e klassen. En dan denk ik tegen wat jij zegt, ja, landelijk. Ik bedoel, we hebben hier al bijna geen 4e klassen meer op zondag. Dus niemand zit op te wachten. Het wordt alleen maar minder op zondag. Dus nee, ik denk dat het foutenboel is om dat te doen. Dan zouden ze toch ook iets van een verdeelsleutel kunnen maken. Dat je bij ons in West 2, dat er maar 1 of 2 ploegen promoveren. En misschien 2 of 3, 4. Ja. Ja, al naar gelang het aantal ploegen. Maar ik kan me voorstellen, ik bedoel, jij bent een trainer, je moet dadelijk wedstrijden gaan spelen. Op dat niveau, want kijk, als je nu hoger komt, dan weet je dat je hoofdklasse, topklasse, ja. Weet je dat je wat afstanden gaat maken. Maar ja. Ja, ik kan me toch niet voorstellen dat je op laten we zeggen, 3e, 4e klasniveau, wat dan is dadelijk 5e, dat je zit te wachten op wedstrijden in Brabant en Noord-Holland. Nee, en de exacte reden geef je net zelf ook aan. Maar hoe vaak gebeurt het niet als je dan gespeeld hebt, de derde helft inderdaad. Ja, de jongens bij elkaar, lekker in de kantine, even een bakje doen, gezellig bij elkaar zijn. En nu moet je al die tijd gaan invullen met reizen. Ik denk dat je daar volledig de plank mee mislaat.
Ja, en het gaat natuurlijk veel meer kosten met zich meebrengen. Ja, en zitten de verenigingen daarop te wachten. En ik denk dat juist nu de verenigingen moeten gaan opstaan om te zeggen, joh, KNVB, zijn we überhaupt wel verstandig bezig? Goed, jullie spelen, althans drie trainers spelen op dit moment in de derde klas. Men zegt, als je er een beetje bij hoort, moet je toch wel tweede klas gaan voetballen. Dat, deel je die mening, dat dan qua wedstrijden, qua alles, dat het toch allemaal net even iets anders is? Ja, dat deel ik zeker. Jij hebt de ervaring natuurlijk bij Delft ook daarvan. Ja, het voetbal, accommodatie. Ik denk dat het veel prettiger is om te spelen op tweede klas niveau. Met alles eromheen. Maar Chris, jij hebt natuurlijk zelf bij een club gezeten die op dat niveau gespeeld hebt, nog steeds spelen. Ja, ik heb in de top van het amateurvoetbal gewerkt. En heel de beleving is dan ook wat anders. En ook de publieke belangstelling, de pers en terecht. Want ik vind, je mag best een beetje op niveau spelen en dan meer publiciteit krijgen. En het wordt toch wat leuker. Het wordt ook iets beter beleefd. Ik heb met heel veel jongens gewerkt die een opleiding hebben genoten bij mijn BVO. Ja, en komen toch wat anders binnen dan met alle respect voor een vierde klasse. Ja, en er komt wat meer publiek. Heb je wat minder het idee dat je op Nova Zembla speelt? Nee, absoluut, absoluut. Kan ik die ijsbus ook thuis laten? Ja, goed. Dan de invoering van de landelijke tweede divisie. Ja, dan kan ik me ook zo voorstellen dat als je zelf speelt op het derde klasniveau. En dan komt weer zo'n landelijke divisie erbij. Je gaat dan van boven naar beneden rekenen. Ja. Dat betekent dat jullie spelen op het 18e niveau van Nederland. Ja, ik weet niet of dat motiverend gaat werken. Naar spelers toe, maar ook naar de verenigingen toe. Want je probeert natuurlijk in feite zo hoog mogelijk mee te doen. Ja, nu spelen we derde klas. Je zou heel graag ook op een tweede klas mee willen draaien. Ja, en als je dan hoort dat er een divisie ertussen wordt geplaatst. Ja, dan werkt dat niet mee in het motiveren van spelers om te zeggen, jongens, waar gaan we heen werken? Nee, en jullie spelen dan vierde klas. Ja, dat heeft ook geen effect voor die vierde klas. U zegt van nou, er komt nog een beetje een versterkte promotie aan. Dat kunnen we misschien nog even meeliften. Dus jullie gaan dan, als je niet promoveert, spelen op het negende niveau. Ja. Nou ja, eens met de vorige sprekers. Ik vind het ook geen strak plan hoor. Nee. Maar goed, u hoort ook van clubs. Chris, je hebt op wat hoger niveau gespeeld. Die clubs moeten dadelijk ook contactspelers gaan. En dan denk ik aan een club als HBS. Zeggen gewoon een amateurclub te zijn, maar die moeten wel dadelijk zoveel contactspelers in dienst hebben. Ja, belachelijk. Het kostenplaatje wordt natuurlijk gigantisch voor dat soort clubs. En kunnen ze dat betalen? Ik denk ook dat je accommodatie aan moet pakken met veiligheidsoverwegingen. Er komt natuurlijk een heel groot kostenplaatje bij zo'n club te liggen. Ja. En kunnen ze dat dan? Maar er wordt toch op rekening mee gehouden. Vraag het eerst bij de clubs aan. Hoe denken jullie erover? Hoe zouden jullie het aanpakken? Alvorens alles wordt redenen en dingen gaan verzinnen om extra divisies te creëren. Het is al een voldongen feit en je hoort nu juist signalen van een Koninklijke HFC, AFC, dat soort clubs. Die willen zich uit de competitie trekken. Ja, ik denk dat dat zal ook een kreet geweest zijn. Dat, ja, maar het is wel een signaal natuurlijk. Nee, absoluut. Absoluut. Dus ja, ik denk, ja. Maar wordt er wat gedaan met die signalen? Dat vraag ik me dus af. Het besluit is al gevallen, hè? Dus die divisie gaat. Alleen men worstelt nog een beetje over de naam. Daar zit me nog een beetje een. Kijk, moet dat gaan heten, hè, de tweede divisie? En dan wordt dan dadelijk de topklasse de derde divisie. Dan denk ik dat de topklassers daar ook niet op zitten te wachten. Die heten dan liever, denk ik, toch topklasse. Ik denk dat het wel duidelijker is hoor. Tweede divisie, derde divisie. Ja? Ja, tuurlijk. Maar goed, in Engeland is dat in zo. In Engeland is het niet anders, precies. Inderdaad. Precies. Je zou zeggen, dat is een kwestie van even wennen. Ja, zeker weten. Dan een ander onderwerp: Week van de Scheidsrechter. Ja. Hebben jullie daar iets van meegekregen binnen jouw vereniging? Dat je zegt van wie heeft er binnen de club wat van meegekregen? Dat ze daar iets aan gedaan hebben? Jij ziet nee te schudden. Het is, aan mij volledig voorbij gegaan. Oké. Okay. Voor jou is het iedere week de Week van de Scheidsrechter, of niet? Ja. Nou ja, nee, natuurlijk is het niet elke week de Week van de Scheidsrechter. Maar je moet als voetballer en als trainer zijn en wel blij zijn dat de scheidsrechters er zijn. Want als daar één vervelende job binnen het hele voetballerij is, dan is het wel een scheidsrechter. Want hij doet het nooit goed. Nee. Grensrechter misschien nog wat vervelender, maar je moet blij zijn dat je die mensen hebt. Ja, dat is helder. Maar als je naar afgelopen weekend kijkt, ik zie dan hoeveel clubs te maken hebben gekregen met een rode kaart. Dan word je er niet vrolijk van. Kan niet allemaal aan de scheidsrechter liggen, denk ik. Nee, zeer zeker niet. Ik heb het bij mij twee weken terug heb ik dat ervaren. Een speler die reageert en met twee handen een speler wegduwt. Een rode kaart. Maar dan kom je gewoon in code 4. Alleen de strafmaat die komt niet overeen met de overtreding. Ik zeg, ik krijg door het wegduwen van een speler 5 wedstrijden.
En dat vind ik vrij extreem. Ja, ja, daar kan de scheidsrechter zelf niks aan doen, hè? Want nee, de codes worden door de KNVB bepaald. Absoluut. En dan krijg je dat. Ja, ik hoorde wel bij. Hebben jou nog iets aan gedaan? Een week van de scheidsrechter bij jullie team, jullie wedstrijd? Bij onze wedstrijd Nee, eigenlijk niet. Nee, bij de club wel. Ik bedoel, de meeste spelers van het eerste en het tweede die zijn ook scheidsrechter of trainer bij de jeugd. Dat is alleen maar goed. En ik moet zeggen dat de 5 scheidsrechters die we gehad hebben, nou, allemaal redelijk goede scheidsrechters. Dat viel me reuze mee trouwens. Ja, ik zag overigens wel bij een wedstrijd van FC Schouwenzonde tegen Wilnis, dat de beide aanvoerders voor de wedstrijd de scheidsrechter een bos bloemen gaven en een fles wijn. Ik weet niet of dat was om hem in te pakken. Hebben wij een afloop gedaan. Jullie hebben een afloop gedaan, ja. Dat is helder dan, hè? Ja, gewonnen, hè? Ja, precies. Hij wist dat hij wat kreeg. Goed, dan gaan we daar wel even verder over praten, ook over die strafmaat. Want het is weer de hoogste tijd voor Jan Linkhoff. Hij gaat weer plaatsnemen aan de Speakers Corner. Ik ben benieuwd waar hij het vanavond over gaat hebben. Jan Linkhoff. Ja, vroeger. Vroeger was alles beter. Elke week hoor je het weer. Langs het veld, in de kantines. Constant hoor je dat om je heen. Zelfs in de dugout zeggen ze, dat gebeurde vroeger toch nooit. Was het vroeger allemaal zo goed dan? Ja, ik denk het wel. Neem alleen maar al de voetbalschoenen. Wat zaten die voetbalschoenen van vroeger toch altijd heerlijk. Vooral als ze nat waren geweest. Krantjes erin en dan de volgende wedstrijd met die heerlijke keiharde schoenen weer een wedstrijdje spelen. Machtig. Vroeger kon je kiezen uit Adidas van Hanegem, Puma, Klaas Luninga en je had ook die heerlijke modellen van Kwik. Die zaten al helemaal niet, ook al waren ze nieuw. Lekker stug en onbuigzaam leer. Steenhard waren ze, heerlijk. Nee, die pantoffels van tegenwoordig. In al die kleuren, in al die verschillende soorten en ontelbare modellen. Voor elk soort veld zijn ze beschikbaar. Je kunt nauwelijks meer kiezen. Dat is toch helemaal niet leuk? Echt niet. Vroeger was alles beter. Wat dacht je van die spannende weekenden? Dat je niet wist of het doorging. Heerlijk die spanning. En dan die teleurstelling dat het alsnog niet doorging. Vooral dankzij meneer de consul. Die het veld bewaakte alsof hij dat veld persoonlijk zelf betaald had. Die consuls die moeten toch echt zo verschrikkelijke hekel aan voetbal gehad hebben. Dat kan niet anders. Als zij maar zouden denken dat het zou gaan regenen, keurden ze uit al af. Ze zagen er ook altijd heel mistroostig uit, die consuls. He? Ik heb nog nooit een consul gezien die een beetje modern gekleed was. Spijkerbroekie, sneakertjes, leuk overhemmetje, haartjes lekker. Nee, ze zagen er altijd een beetje sombertjes uit. Altijd in donkere kleding, kaplaarzen aan, niet zo gek trouwens, en een enorm chagrijnige kop. Het zou me niks verbazen dat hun vrouw sporen zei om 6 uur, je gaat gewoon lekker naar buiten toe en ik wil je pas na 12 uur terugzien. Dat was natuurlijk de tijdstip van de herkeuring. Die consul schiepen er ongelooflijk veel plezier in om heel chagrijnig te vertellen dat er absoluut niet gespeeld mocht worden. En dat al die enthousiaste jeugdvoetballers en senioren weer niet konden genieten van zo'n heerlijke, fantastische voetbaldag. En denk nou niet dat je met zo'n consul kon praten. Nee, die mensen hadden een soort last van een soort autisme waar nog geen enkel medicijn voor was uitgevonden. Tegenwoordig zie je ze met hun kraag langs de velden lopen, diep verscholen in de jas en heel toepasselijk met een afkeurende blik kijken naar al dat kunstgras. Ze zijn hun dictatoriale macht kwijtgeraakt en ze zijn weer getransformeerd tot gewoon hele gewone stervelingen die niets te vertellen hebben. Ja, vroeger was het beter. Nu gaat het bijna elke week door en dat allemaal door dat verdomde kunstgras. Dat is toch waardeloos? Die hele spannende sfeer, die onzekere sfeer is helemaal weg. En dan in die zomerperiode. Vroeger had je tenminste van die lekkere knollentuinen waar je helemaal totaal niet op kon voetballen. Of het was begin mei al ingezaaid dat je al helemaal niet mocht alleen maar naar kijken. En tegenwoordig strakke kunstgrasvelden. Je kan altijd voetballen. De hele zomer door. Wat heb je daar nou om? En dan die kleedkamers. Vroeger had je echte ouderwetse kleedkamers. Lekker klein, steen en steenkoud, allemaal op een houten bankje, dicht tegen elkaar aan. Heerlijk, echt lekker nostalgisch. En wat dacht je dan van die douches na afloop? Vroeger, of het was lauw, of het was koud water. Heerlijk, daar werd je hard van, dat zeiden ze tenminste tegen mij. En dan in die toiletten, dat was helemaal fantastisch. Als je dan een plasje ging doen, dan stond je ze boven die pot. Dan zag je zo'n klein bruin kringetje. Dat is natuurlijk nog nooit schoongemaakt. En dan die lucht die eruit kwam. Echt fantastisch. En wees maar niet bang als je wat moest doen. Dat was nooit een bril en geen papier. Nu is er helemaal niks meer tegenwoordig. Echt niet. Al die fantastische fonkelnieuwe clubhuizen. Wat moet je daar nou mee? Die mooie kleedruimtes. Met vaak nog verwarmde vloeren.
ah, dat wil je toch niet? Die heerlijke douches, lekker warm, mooie brede stralen. Hè? En dan dat kunstgras, die uitgebreide verzorgingskamers. Ah joh, wat moet je nou met al die luxe? Ga maar die kleedlokalen van vroeger, dat was tenminste wat. Ja, vroeger was er eigenlijk alles beter. Wat dacht je van de ballen? Kan je dat nog herinneren? Dat waren tenminste ballen. Vooral als ze een beetje nat waren geworden en je kopte zo'n bal, dan kreeg je zoveel sterren dat je direct aan sterrenslag mee kon doen. Hè? En ik kon aardig koppen hoor, want ik bukte meestal te laat. Dus dat schoot toch niet echt op. Nee, die ballen van toen was helemaal niks. Hè, tenminste, niks, het was zwaar. Maar tegenwoordig, elke week een nieuwe bal. Wat moet je daar nou mee? Vroeger was alles beter. Elke week hebben we het erover. Nee, niet alles wat beter, maar het was vooral anders. Vroeger was er veel meer beleving. Er was echte voetballiefde. Er was enthousiasme. Hele families waren op de velden. Het was echt gezellig. Iedereen bleef hangen. Kaartjes leggen, mooie verhalen aan de bar. Ja, inderdaad. We hadden veel betere spelers met veel meer techniek en beleving. Maar we hadden toch niks anders? We hadden alleen maar voetbal. Tegenwoordig heb je computer, internet, Fox Sports, Twitter, iPads, Netflix of FlexNits, weet ik hoe dat heet, met die series allemaal. Je hebt dancefeesten, had je vroeger niet. Weekendjes weg, geregeld door je vriendin. Nou, dat moest mijn vriendin echt niet meer aankomen, maar tegenwoordig al die vriendinnen, surprise, we gaan een weekendje weg. Vrijgezellenparties, je wordt daar helemaal mee. En wat dacht je van dat andere is ook zo'n site, Facebook of zo, weet ik hoe dat heet, waar je dan kan zoeken, weet je wat, al die verkeringen, je weet het wel. En wat tegenwoordig helemaal een probleem is, dat zijn die schoonmoeders. Die proberen op elke dinsdag, donderdag en het weekend iets te vieren. Onvoorstelbaar. Ja, vroeger was het beter. Maar laten we nou vooral wel echt in blijven geloven dat vroeger ook echt alles beter was. Ik wens jullie een heel fijn voetbalweekend. Dank, ja, we moesten er allemaal om lachen, Chris. Het was wel herkenbaar, want heel veel dingen althans. Prachtig, en waar, hè? Ja, waar. Nou, die toiletten, dat was wel waar. Nee, dat was waar. Bril eraf, zeiknat, ondergezeken. Dus toen kon je erop gaan zitten. Stinken. Nee, exact. Niks van gelogen. Ik kan me nog herinneren dat je inderdaad de douche zat waar een muntje in gegooid moest worden. Of het apparaat deed het niet meer. Chris stopte er zo'n gekleurd blokje in. Als je ging douchen, dan mee rood of groen of geel of wat dan ook. Maar gelukkig dat alles wel helemaal een stuk verbeterd is. Hè? Behalve van die voetbalschoenen misschien. Want ja, echte zwarte voetbalschoenen is toch wel... Of stoort het jou niet? Nee, stoort het niet. Kijk, toen ik trainer van Vitesse Delft was, toen hebben wij gekozen met de hele begeleiding om alleen zwarte schoenen te accepteren. Maar dat is zo veranderd tegenwoordig. Loop eens een sportzaak in of kijk eens op tv. Maar kan me jou ook niet voorstellen vroeger op een paar roze voetbalschoentjes? Nee, niet echt. Maar ja, die keuze hadden we ook niet. Nee. En als ze vroeger in onze tijd, dat begon met witte voetbalschoenen. Als iemand met witte voetbalschoenen die lijnen binnenkwam, ja, dan die ging dan de lucht in. Ja. Dus dat accepteerden we niet. Goed, we gaan nog even verder. We hebben het vorige gespreksronde hadden we over die staf en die codering. We hadden tot voor kort nog wel heel veel van die codes. Er zijn er maar heel weinig van overgebleven. Ja, als je tegen wat hij zei toch, Chris, code 4, dan hang je eraan. Ja, het is een stuk duidelijker geworden, denk ik. Ja, vind je? Ik denk het wel. Ja. Ben je ook blij mee als trainer? Tot nu toe wel. Maar ik bedoel, als een speler inderdaad eraan hangt, dan is het tegenwoordig wel heel snel. Ja, nee, dat is waar. Ik bedoel, voor een scheidsrechter is het een stuk makkelijker, omdat het zo duidelijk is. Ik bedoel, hij heeft twee codes te onthouden, geloof ik. En dan hang je eraan voor 7 wedstrijden, wat Chris zegt, of 4 wedstrijden of 5 wedstrijden. Voor een vergrijp die er eigenlijk niet is. Dus als ze doen, vind ik het goed, maar dan moeten ze ook consequent zijn. Maar goed, ik kan me niet voorstellen dat je als trainer het prettig vinden als inderdaad door zo'n... Kijk, 4 wedstrijden, dat was vroeger best al aardig wat. Hè? Dan praten we over trappen of slaan van een tegenspeler. Nou, dat mag dan niet. En tegenwoordig, ja, als je iemand ook een duel geeft, zit je ook al aan de 5. En dan moet je soms wel eens vrezen voor 7 wedstrijden. Dus je ziet hoeveel spelers in beroep gaan. Ja, maar ik vind een rode kaart, als het terecht is, is het terecht. Je hebt met je handen van de handen af te blijven. Als je slaat, dan mag daar voor mij een geweldige straf tegenover staan. Maar de sanctie nu is niet in verhouding tot de overtreding. En ik denk dat daar eens naar gekeken moet worden. Ja, want bij de wijziging van dat mindere code is volgens mij ook die strafmaat ook wel naar boven aangepast. En dan vraag ik me af, waren nou die overtredingen inderdaad zodanig dat je die straf moest aanpassen? Nee, ze hebben het nou naar 7 codes heb je, ja? Van 47 naar 7 codes. En dan vind ik het nog raar, want hoe gaan ze ermee om? Wat ik bijvoorbeeld de afgelopen keer heb meegemaakt, dan speelden we uit in een bekerwedstrijd tegen Nieuwkoop. Nou, er wordt een forse overtreding gemaakt.
De jongen krijgt direct rood. Hing 7 wedstrijden boven zijn hoofd. En de competitie moet nog beginnen. Nou ja, goed, dan wordt er een rapport opgesteld. En dan wordt er vriendelijk verzocht op degene die die overtreding is gemaakt. Joh, ben je geraakt, ben je niet geraakt? Dan wordt er een brief opgesteld, een verweer. Nou, en die krijgt de jongen in één keer, volgens mij, 4 wedstrijden of zo. Gaan er 3 af. Ja, hoe sterk sta je dan met al je codes? In het verleden werd het nog wel eens van, ik noem ze wel die zogenaamde bierrapporten gemaakt. Hè? Want dan zouden ze na afloop met elkaar wat te doen. Ze waren het met elkaar eens, want iedereen werd dan gematst. Dat gebeurt niet meer, hè? Nee, ik geloof het niet. Vroeger kon je nog vanaf lullen met een scheidsrechter. Ja. Maar dat, volgens mij is dat tegenwoordig ook niet meer zo. Nee, maar voor bijvoorbeeld wat Chris geeft, dat dan de speler een duw geeft, dat is toch heel anders dan een klap. Ja. En als een klap hetzelfde wordt bestraft als een duw, ja, dan denk ik dat niet klopt. En dat gebeurt nu? Ja, nou ja, als dat zo is, dan vind ik dat niet goed. Nee. Nou, ben jij als trainer ook een trainer die zegt van, nou, ik wil nog wel eens preventief optreden. Ik bedoel, er gebeurt of ik zie wat gebeuren, of ik zie dan een speler, ja, die hangt een beetje op de, dat je denkt van, nou, er moet nu weinig gebeuren, want de scheidsrechter loert op hem. Wissel jij hem dan? Jawel, zeker, zeker. Vaak is het net andersom, dat er een hoop tegen de speler gebeurt en dan is het prettiger om even te wisselen. Een paar keer gebeurt. Niet dit seizoen, vorig jaar wel, dat jaar daarvoor ook. En dat scheelt ook weer kaarten. Ja. Goed, als je zo'n speler wisselt, dan blijft hij er de ziekte in, want de speler begrijpt het niet altijd. Nee, maar als je het uitlegt, begrijpt hij het wel, hè? Zeker weten. En jij hebt ook een preventieve trainer die speler nog wel eens offline nog wel even tot op de richel gaan? Nee. Kijk, je was zelf ook altijd heel lief. Ik was zelf ook een hele keurige speler. Ja. Maar is het een linkshalf, linksbuiten en je hebt een akkerfietje, dan wil ik dat ook nog wel eens naar de andere kant halen om die spelers uit elkaar te halen. Lopen gewoon zo op geel, ja, dan wissel je hem. Want anders is het volgende dat je met die man verder kan. Ja. Maar goed, ik zeg de krant lees het afgelopen weekend trouwens bij ons op de site, hebben ze er ook allemaal staan. Aardig wat clubs die de wedstrijd niet compleet konden eindigen. Ja, de trainers houden het hart alweer vast. Jullie hebben nog geen last van gehad van het seizoen? Nee, tot nu toe niet. Even terugkomend op hetgeen, haal je een speler er wel of niet af. Het is puur afhankelijk van hoe de speler zelf in het veld staat. Als je merkt dat hij zijn kop kwijtraakt, ja, dan moet je hem er zo snel mogelijk afhalen, want dat gaat gewoon fout. Maar op het moment dat je die speler even naar je toe haalt en je weet wat er speelt op dat moment, want ook spelers op het veld die kunnen natuurlijk dingen gaan uitproberen om te kijken, joh, tot hoever kan ik gaan. En als hij daar bewust van is, joh, dan laat ik hem gewoon lekker staan. Ja. Ik vind wel dat je agressie mag straffen en goed mag straffen. Ja. Weet je? Ja, nee, maar goed, een voetbalovertreding of agressie is echt een dag en nacht. Daar zijn we het allemaal over eens natuurlijk. Ja, maar spelers die zich echt misdragen in dit veld, die hoort niet op een voetbalveld thuis. Die moet gewoon keihard worden aangepakt. Zeker weten. Ja. Alleen soms nu is de balans nog wel eens wat zoek. En er wordt ook heel vaak gekeken naar het betaalde voetbal. Hè? Want ja, daar liggen de normen toch vaak weer wat anders. En dat is voor een amateurvoetballer nog wel eens moeilijk te bevatten. Ja. Waar ik het nog even over wil hebben, ik bedoel, dat zal voor jullie 4 als trainer helemaal geen rol gaan spelen. Want jullie staan allemaal lekker bovenaan, dus niks aan de hand. Maar ik denk, als we dadelijk een maandje verder zijn, dan gaan er misschien weer koppen rollen. Hè? Want er zijn de besturen die zeggen van het schrik-effect. Geloof jij in een schrik-effect bij een club? Nou, in de praktijk is bewezen dat dat niet werkt. Hè? Als je zeker het betaalde voetbal als voorbeeld neemt, diverse trainers zijn eruit gegaan en het proces daarna is ook niet geweldig verlopen. Dus ik geloof er niet in. Maar ik denk dat elke situatie op zichzelf, er zijn bepaalde situaties dat chemie noemen ze tegenwoordig, ja, dat is uitgewerkt. Maar dat chemie, dat kan ik me iets meer voorstellen. Als een trainer wat langer zit en je gaat dan praten over contractverlenging, dat je dan denkt van, nou goed, heb je nu 1 of 3 gezeten of wat ook dan. Even iets nieuws voor de groep, maar dat hoeft natuurlijk niet ineens midden in het seizoen te gebeuren, denk ik dan. Nee, absoluut. Absoluut niet. Maar ik denk dat de situatie op zichzelf staat. Alleen heel veel besturen die worden gauw zenuwachtig. Of dat vanuit het betaalde voetbal komt, waar heel veel veranderingen in het lopende seizoen gebeuren. Ja, ik heb het gelukkig nog niet mee hoeven maken. Ik ben 28 jaar trainer en ik heb overal mijn contract uit kunnen dienen. Dus ik heb het nog niet meegemaakt. Wat denken jullie daarover? Ja, ik denk het. Nou ja, het kan, maar of dat dan zeg maar de verbetering van de desbetreffende club of de desbetreffende elftal, of dat het gevolg is van het wegsturen van een trainer, dat is de vraag. Nee, goed, jullie willen er niet bang voor te zijn in dit seizoen, hè? Want je staat bovenaan, dus dat
training bovenaan staat, word je gauw weggestuurd. Ja, we zijn nou 6 wedstrijden. En jij begint pas, hè? Ja, ik begin pas. Je bent 6 wedstrijden verder. Nou goed, je kan nu op dit moment kan je er totaal niks over zeggen. En ik vind zelf ook dat het verwachtingspatroon dat de club heeft op een bepaald moment en wat ze ervoor investeren, ja, als dat niet in de eerste 4 maanden zichtbaar is, ja, dan worden ze nerveus. Ja, en dan moeten ze wat. Ze voelen zich verplicht om iets te gaan doen. Ja, en als dat je beleid is, ja, ik ben zelf geloof er niet zo heilig in, maar als dat je beleid is, ja, dan, goed, dan is het niet anders. Ronald, jij, je zit net bij Den Horen, dus net begonnen. Het gaat allemaal goed. Vorig jaar was wel eens een wat moeilijker jaar, hè, bij Delft. Ja, leerzaam jaar. Het eerste jaar wonnen we bijna alles. Net niet gepromoveerd. Tweede jaar zeker het beginstuk moeilijker, maar aan het einde periode. Dus konden we ook weer promoveren. Dus leerzaam. Ja, dus je bent wat dat betreft toch weer goed vertrokken bij Delft. En nu dan proberen bij Den Horen het weer af te gaan maken. Heren, we zitten weer aan de tijd. Het gaat heel erg snel. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk dank zeggen voor jullie aanwezigheid. En zorg ervoor dat je aan het eind van het seizoen op de plaats staat waar je nu ook staat. Want dan is er een feestje te vieren. Dus daar wens ik jullie alle succes mee. Mensen hier aanwezig in de Sir Winston Entertainment Club, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Team van de week, jongens, ook jullie succes. Dank jullie de ware. Kijkers thuis, u bedankt voor de belangstelling. En Haaglanden Voetbal aan tafel is er weer volgende week. En dan hebben we 2 speciale gasten in de uitstelling. 2 oud-Adelaars, maar die hebben wel wat te melden. Graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Wim van den Heuvel en Zonen, Willem Koter BV, Schadenet Zoetermeer, Schilder en Onderhoudsbedrijf Walison, Slager-Traiteur Dennis Kuiler, Davo Peugeot Zoetermeer, Containerverhuur Haaglanden, Best to Buy Solution en Asta Casino.